Tech Talk Late Night wordt altijd gesponsord door een partner. Hè? Dus de eerste aflevering was ECP, de tweede partner was SIDN. En nu is de HCC, dus mag ik daarom tot slot nog even een daverend applaus voor Arda Gerkens. Arda, super bedankt dat je mee wilde doen. En er zijn ook een aantal HCC'ers meegekomen. Wat voor je ervan? Ik vond het een ontzettend gezellige avond. Ik vind je ook heel grappig. Het was heel humoristisch. Heel serieus hoor. Nee, het is ook een serieus onderwerp. Het is absoluut waar. Maar wat ik merk is dat mensen gewoon eigenlijk zoiets hebben van, jeetje, moet ik nou weer denken om die veiligheid van de computer? Ik hoor ook heel vaak mensen van zeggen van, ik word bang gemaakt de hele tijd. En dat maakt dat ze er geen zin meer in hebben. En juist de manier waarop we het hier brengen bij Tech Talk, is dat we ook laten zien van, het is helemaal niet zwaar, het is helemaal niet moeilijk. We kunnen het ook grappig brengen. Maar als de boodschap maar overkomt, maak uw computer veilig. Ja, nou ja, kijk, als je er zelf in zit, is het eigenlijk ook best een heel sexy onderwerp, hoor. Als je die echt die grote hack ziet. Bijvoorbeeld zo'n Black Tulip van Fox IT, dat leest gewoon als een jongensboek. Als je dan kijkt wat er allemaal gebeurt en wie wat doet en dan toch weer ergens inkomen en dingen gejat worden, nou, dat is fantastisch. Klopt. En dat dus misschien moeten we meer van dat soort zaken hebben om het op de agenda te zetten. Nou ja, je ziet het natuurlijk al in de televisieprogramma's, de krimis terugkomen, hè, dat het ook steeds meer daar een onderwerp wordt. Weg dus met baantje, hier is Pim. Ja, precies. Zoiets. Ja. Dus het is ook wel een beetje sexy, maar toch denken mensen nog altijd van, het overkomt mij niet, het is niet mijn probleem. En eerlijk gezegd, zelfs ik ben er nog onlangs ingetrapt toen mijn zoontje mij een tweet stuurde. Die kreeg ik gewoon binnen Twitter feed via een mail. Ik zat in het buitenland. Ik denk, hij heeft een berichtje voor mij. Zonder verder na te denken, klik ik op de iPad, moet mijn inlog invoeren. En voor ik het wist, een uur later was ik aan het spammen. Want hij was dus gehackt en et cetera, et cetera. Dus zelfs ik trap daarin. Dus dat wil nog zeggen dat ik denk dat heel veel mensen ook nog echt veel kunnen leren. Nou, ik vind het wel sympathiek dat je er open over bent. Want ja, ik denk dat heel veel mensen op belangrijke posities maar wegmoffelen. Terwijl als die nou eens wat opener zouden zijn. De minister Donner of Opstelten, die zullen ook al vaak gehackt zijn. Ja, zeker. Tenminste, maar goed, het komt van iemand die je vertrouwt. Het komt van je kind. Dus laat ze van je verwacht. Ja. Maar dan nog moet je goed opletten. Als ik het bericht had gelezen, had ik het geweten. Ja. Hey, HCC, 85.000 leden. Dat is nog steeds indrukwekkend. Wat doen jullie voor jullie leden, voor digitale veiligheid? We doen heel veel voor onze leden. Maar voornamelijk is het een organisatie. Er zijn mensen die boordevol kennis zitten op het hele gebied van de digitale wereld. En wij willen die kennis graag met mensen delen. Gewoon alleen al om het leven simpeler en eenvoudig te maken. De digitale leven is een ontzettend leuke wereld. Maar er zitten wel een aantal kanttekeningen aan. We willen mensen er niet bang voor maken, maar wel helpen. Hoe kun je nou op een veilige manier de digitale wereld beleven? Ja. Dat doen we door middel van geven voor cursussen, workshops, ondersteuning, hulp en informatie via onze website. Ja. En deze avond natuurlijk. En deze avond, ja. Dus ik hoop dat het waard was. Nou, het was het zeker waard. We hebben een ontzettend leuke avond gehad. Nou, nog even een hartelijk applaus. Arda Gerkens, dankjewel.